Deze highlights worden u aangeboden door Expedia. En Mastercard. UEFA Champions League sponsors. Quadrado is een goede paal. Morata. Maar wat een prachtige redding ook van Marquezine. Sanusi. Met Quadrado die meteen wat gaat trekken. Maar Sanusi is ook sterk. En legt hem in de luren. Sanusi. En poging van Taremi. Tot twee keer toe. Is Chesney dan de lat. Geweldig begin van de wedstrijd. Lijf aan lijf gevecht tussen Quadrado en Sanusi. Ottavio. Goed meegevoetbald door Sanusi. Ziet dat daar wat vrijheid is bij Taremi. Pas mocht wel wat harder zijn. Corona, Marega, Taremi gaat erbij zitten. Penalty. Penalty. Ja, ja, het is er één ook. Ja? Ja, zet zich tussen man en bal. En op dat moment, ik denk onvrijwillig van Bonucci, maar zet zich tussen man en bal en dan probeert Bonucci die bal weg te trappen. Penalty. Ja, inderdaad. En uiteraard een klus voor Sergio Oliveira. En die trapte hem er lekker in. En Juve heeft serieus wat werk. Moet nu twee keer gaan scoren om verlengingen uit de brand te slepen. 0-1, de voorsprong voor Porto. Quadrado. Aardige beweging. Voorzitter is oké richting Morata. Ah, die kan de bal onder controle nemen. En dan is daar alweer Marquezine. Alessandro en Chiesa. Moet toch eens iets van komen. Kan blijven rondspelen tot in de eeuwigheid. Hier toch Bonucci voor Cristiano Ronaldo. Kan hem laten voor Chiesa. En die maakt net als in de heenwedstrijd de goal voor Juve. En na drie minuten in de tweede helft een gelijke stand. 1 tegen 1. Nog één goal te gaan voor Juve en we hebben verlengingen. Prachtig doelpunt. Quadrado. Zocht daar nadrukkelijk Cristiano Ronaldo. En Taremi net geel gekregen, knalt die bal nog weg. En ze vragen een tweede gele kaart. En wie krijgt de gele kaart? Ja, Taremi. Taremi. Rood. Rood. Ah, dom, dom, dom. Op vraag van al de spelers van Juve vlogen met 6 naar Kuipers. En daar is de 2-1. Nee. Nee, tegen de paal nog. Chiesa laat hier zijn tweede doelpunt liggen. Krijgt toch de kans om deze bal voor te brengen. En die zit erin. Opnieuw Chiesa. 2-1. Eerst met de rechtervoet. Nu met de kop. De man die het doet voor Juve. Nou, dat was even een uithaal van Quadrado. Met zijn linker. Sergio Oliveira. Strak. En dan zit erin. Porto gaat door. Juve krijgt het deksel op de neus. Een schuiver over de grond van de topschutter van Porto.
Daar is het. Eerste redding van Marcus. Ja, tuurlijk. Vreemd spel toch, Rabiot voetbal. Ja, ja, ja. Het is zeker niet gedaan. Deze highlights werden u aangeboden door Expedia. En Mastercard. UEFA Champions League sponsors.